Oh. Oh, wat een mooi uitzicht. Kijk eens, meneer Donut. Dat spijt me. Heel erg en zo. Help. Is Linda onderweg? Ik probeer even mijn emoties uit te schakelen. Niet per ongeluk loslaten. Ik heb er best wel moeite mee. Nee, dat doen we zo meteen. Een zonnebril op. Waarom? Oh! Wat de hel? Mij ben ik klaar. Getaserd, what the fuck? Hallo? Huh? Ja, ik ben getaserd. Getaserd, what the fuck? Huh? Sta weer op, ik sta weer op. Wat zit? What the fuck? Maar waar is... Volgens mij kan je daar niet in de buurt komen of zo. Je wordt getaserd. Oh, ik begrijp dat je wordt getaserd door metaal. Dat eromheen. Oh, het is een electrolyzer natuurlijk. Dat ding is een electrolyzer. Waar is... Kijk daar boven. Kijk daar boven, Inge. Inge, kijk rechts boven op die pot. Oh, wauw. Rechts naar boven. Nee, verder. Rechts naar boven. Rechts. Ja, daar, kijk. Oh, wauw. Daardoor zijn we geëlektrocuteerd. Ik schrok mij kapot. Oh, daar gaan ze weer. Fuck, dat is lijp. Poeh. Dit is wel intens. Ja. Dan blijf ik mijn zonnebril meegenomen. Ik denk dat ik hem ook wel opzet. Niet dat je dan minder ziet of zo aan mijn ogen. Ik hoor hem. Ik ga even kijken of Linda heeft gereageerd. Heeft hij wel het goede nummer gegeven? Moet ik bij deze balustrade staan? Is hij ook? Heeft hij mij het goede nummer gegeven? Wel toch? Ah ook? Inge, kijk steeds kant op. Zo. Ja? Moet je even een dinnetje nog? Of, Heb je het goede nummer gegeven, Dirk? Ja, echt, ik geloof het je. Anders kan ze geen afscheid nemen van je. Nou hoorde ik net in je broekzak dat ze eraan kwam via dat ding. Via mijn port. Mijn. Echt? Ja. Ik weet het niet zeker. Ik kan ook mijn hoop geweest zijn die vrij uitsprak. Goedenavond, mag ik 1 pepperoni met extra gracht? Met extra vlees. Ja, je hoeft ze niet af te bakken, hoor. Het is hier warm genoeg. Zie je zo?